Aflevering 21, De slapende vleermuizen. Klaar? Af! Ophouden, blijf staan, anders doen jullie elkaar pijn. Klaarmaken en ik zal jullie zeggen wanneer het begonnen wordt. Op jullie plaatsen. Stop! Ik heb nog helemaal niet gezegd dat jullie mochten beginnen. Sta stil! Ik zeg sta stil! Kijk uit! Sta stil! Zijn jullie helemaal maf geworden? Verdorie! Hey, ho, ha, ho, hey! Dat was bijna raak. Nou, zet. Hou op! Ik vind het niet leuk als jullie op deze manier vechten. Een sportieve wedstrijd vind ik nog tot hier en toe, maar elkaar pijn doen gaat te ver, hè? Je zult het nooit voorkomen. Je kunt het gedrag van dieren nu eenmaal niet veranderen. Dat weet ik wel, maar ik wil alleen maar dat het niet zo wild toegaat. Want ik ben bang dat ze zichzelf pijn doen. Wij kabouters houden van dieren en kunnen goed met ze opschieten. We begrijpen hun taal en kunnen uitstekend met hen praten. Wij helpen ze als ze in de knoei zitten. Als ze ziek zijn, zorgen we voor eten en we voeren ze. Aan de andere kant, ze helpen ons ook. Ze gehoorzamen en bovenal houden ze van ons. Hup. Bedankt dat je me over de rivier hebt gebracht, zuster Otter. Broeder Ever, kun je me meenemen naar het donkerrode bos? Dan niet. Ups. We kunnen goed met elkaar opschieten en ik vind het ook leuk om met ze te spelen. Ja, ik weet dat je graag met onze vrienden de dieren bent. Maar je kunt niet de hele dag met ze blijven spelen. Denk erom, je hebt nog meer te doen. Ja, tot ziens, tot ziens. David, oh. Lisa. Hallo. Maar het is onze vriend Cosme. Wat denk je? Waarom zou die hier zijn? Hoi. Hallo. Welkom. Mijn goede en beste vrienden, wat ben ik blij om jullie na zo'n lange tijd weer te zien. Alles gaat goed, hoop ik. Gelukkig is alles goed met ons, dank je. En hoe gaat het met jou? Sinds jij weg bent, hebben we niets meer van je gehoord. Ben je inmiddels getrouwd? Nee, nog niet. Misschien binnenkort. Maar ik denk er nog steeds over na. Cosme, je verandert ook nooit. Je bent een hopeloos geval. Tja, en wat is de reden voor je bezoek, als je het ons tenminste wilt vertellen? Jammer genoeg is het geen plezierreisje. Ik zou graag jullie hulp willen. Wat is er aan de hand? Ben je ziek? Nee, gelukkig ben ik erg gezond. Maar ik maak me zorgen over de vleermuizen. De vleermuizen? Oh. Maar vertel dan eens, zijn er problemen met die vleermuizen? Je weet dat mensen vergif gebruiken om hun oogst te beschermen. Maar daarmee niet alleen het ongedierte ombrengt dat de oogst opeet, maar ook alle insecten. Op deze manier zullen de vleermuizen snel van de aarde verdwijnen. Ten eerste, omdat elke dag die voorbij gaat er minder insecten zijn om op te eten. En ten tweede... Ik krijg er kippenvel van als ik eraan denk. Bijvoorbeeld een vergiftigd insect is een gemakkelijke prooi voor spinnen. En deze op hun beurt worden door vleermuizen opgegeten.
Als vleermuizen al niet sterven door gebrek aan voedsel, dan doet het vergif de rest wel. Dat is dan een hopeloze weg waaraan we allemaal doodgaan, maar wat kunnen wij daaraan doen? Ik weet het niet, David, maar we moeten het uitsterven van de vleermuizen zien te voorkomen. Want behalve wat ik je net vertelde, gaan de mensen nu de bomen van het bos vlakbij mijn huis kappen om woningen en wegen te bouwen. Vrijwel alle vleermuizen houden hun winterslaap in de bomen die binnenkort moeten verdwijnen. Ik weet echt niet wat we eraan moeten doen, David. Dat is verschrikkelijk, maar dan moeten we ze naar een andere plaats brengen. Dat zou de beste oplossing zijn, maar het is winter. Als we de vleermuizen nu wakker maken, sterven ze door gebrek aan voedsel. Want er zijn nu geen insecten die ze kunnen eten. Dat is waar, maar dan moeten we een manier zien te vinden om ze naar een andere plek te brengen zonder ze wakker te maken. Hoeveel vleermuizen zijn er in dat gebied? Ik denk ongeveer een stuk of 200. Dan is het allereerste wat gedaan moet worden dat de kabouters uit dat gebied zich verzamelen. Ondertussen zoeken wij naar een geschikte manier van vervoer waarop ze kunnen doorslapen. En eigenlijk, als ik eraan denk, zijn er niet veel dieren die aan die voorwaarden voldoen. Alhoewel, ik denk dat de ganzen heel geschikt zouden zijn voor zo'n taak. Wat? En waar wil je dit jaargetij de ganzen vandaan halen? In België en in Nederland, mijn beste vriend Cosme. Ze overwinteren daar. Het zijn er meer dan honderden, duizenden. Maak je daarover maar geen zorgen. Jij en Lisa moeten zorgen dat alle kabouters uit dat gebied gewaarschuwd worden en bij elkaar komen. Breng ze naar het bos waar jij woont en haal die vleermuizen uit de bomen. Ik ga naar de lage landen om ganzen te zoeken. Daarna komen we naar jullie toe en brengen de vleermuizen naar de dierenkliniek. Maar beste David, dat kunnen we toch niet doen? Als we die vleermuizen verplaatsen, worden ze beslist wakker. Dat begrijp je toch wel? Ze worden niet wakker. Niet als we ze in manden doen. Zorg dat er ongeveer 100 manden klaarstaan. Ja, wat een goed plan. Oké, wanneer gaan we eraan beginnen? Nou, hoe sneller hoe beter. We mogen geen tijd verliezen. Dus ik vertrek onmiddellijk naar België en Nederland. En wat jullie betreft, ik geef de raad om snel aan de slag te gaan. Jullie hebben een zware taak voor je. En nu ben ik vertrokken. Tot ziens. Ga jij maar rustig op pad en maak je geen zorgen. Wij gaan direct aan de slag. Ik kom zo snel mogelijk naar het bos van de vleermuizen toe. Kom op, Swift. Laten we gaan. Tot straks en veel geluk, hoor! We versturen de boodschap door gedachtenoverbrenging aan een aantal kabouters. Ja, heel goed. Dat is de snelste manier. Vrienden, ik ben erg dankbaar dat jullie zo snel op onze oproep reageerden. Vlakbij de plek waar mijn huis staat wonen een aantal vleermuizen die nu hun winterslaap houden. Maar mensen gaan de bomen omhakken die de vleermuizen bescherming bieden. Dus hebben ze onze hulp nodig. David heeft een plan gemaakt om de vleermuizen te redden zonder ze wakker te maken. Want anders zouden ze doodgaan. Om dat te voorkomen gaan we ze vervoeren in biezenbanden die we zelf gaan maken. Zijn jullie het eens met het plan? Ja! Dank u. Laten we dan beginnen. Daar bij de rivier kunnen we al het materiaal vinden wat we nodig hebben. Voorwaarts, voorwaarts,
we moeten de handjes laten wapperen. Hoe eerder we klaar zijn, hoe beter. En we moeten de banden zo groot maken dat er 2 vleermuizen in kunnen.